gaat het pas zien als je het doorhebt. Mijn naam is Kirsten Slachter en ik wil in deze korte lezing mijn expertise en ervaring delen op het gebied van tongproblematiek en diagnostiek. Ik ben dokter in de medische wetenschappen, tandarts implantoloog en vooral moeder van 5 kinderen. Al mijn 5 kinderen heb ik borstvoeding gegeven en sommige van mijn kinderen heb ik daarvoor zelf gekliefd. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik de tongkliniek gestart. Op dit gebied was in Nederland weinig informatie beschikbaar. Na mijn promoveren heb ik daarom wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de problemen bij borstvoeding en embryonale anatomie in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ik wil de juiste mondzorg toegankelijk maken voor iedereen. Mijn multidisciplinaire team en ik zijn inmiddels meer dan 20.000 consulten verder bij patiënten van jong tot oud en uit binnen- en buitenland. Ze komen overal vandaan. En dat wil niet zeggen dat wij iedereen behandeld hebben. Wel gestreefd om hen van een juiste diagnose te voorzien. Tongproblematiek gaat over een orale restrictie. Dit wil zeggen dat spieren of weefsels in de mond niet kunnen bewegen. Laten we naar de tongriem kijken. Het is niet alleen handig als een tong naar voren kan bewegen, maar juist omhoog. Een tong uitsteken is onvoldoende om een korte of strakke tongriem vast te stellen. Met de lange tong kun je meer compenseren, maar lengte zegt niets over liftende bewegingen naar het gehemelte toe. Immers niet iedereen met lange benen kan ook hard rennen. Wat voor de een strak is, hoeft voor de ander niet strak te zijn. En of iets strak of niet bewegelijk is, hangt van alles samen af in de mond. Als een tong niet omhoog kan bewegen naar het gehemelte, zie je dit terug aan het gebit en de vorm van de kaken. Vorm volgt functie. Dit is de basisregel van de menselijke anatomie. Als een tong niet goed omhoog kan tijdens de borstvoeding, krijgt de baby problemen met het slikken. De tong moet een golvende beweging kunnen maken voor een goede slik en het vacuüm houden. Als dit niet lukt, gaat een baby compenseren met andere spieren in de mond door middel van klemmen of bijten. En dit kan vervolgens weer leiden tot tepelpijn bij de moeder, kloven of borstontsteking. En daar gaat je roze wolk als je had voorgenomen borstvoeding te geven. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit het allerbeste voor je baby is. En als het borstvoeding geven helaas is mislukt en je geeft een fles, dan is het heel vervelend als je baby zich verslikt, kokhalst of veel spuugt. Of de baby krijgt zoveel lucht binnen dat de baby steeds moet boeren, windjes laten of heel veel krampjes heeft. De baby moet rechtop worden gehouden of je gaat zelf van ellende als moeder op je kop staan. Ademen is onze eerste levensbehoefte. En het is het eerste en laatste wat je doet in je leven. Als de tong niet goed omhoog kan, adem je sneller door je mond. Het is beter om door je neus te ademen. Wetenschappelijk is bewezen hoe slecht mondademhaling is voor ons lichaam en dagelijks functioneren. Mondademhalers slapen minder goed en diep, of gaan snurken omdat een lage tongpositie je eigen luchtweg kan blokkeren. En vermoeidheid helpt niet mee bij de gebroken nachten die er toch al zijn. Je hebt anatomie en mondgewoonten. Gewoonten kan je afleren, anatomie niet. Mondgewoonten die ontstaan zijn door een strakke tongriem, zijn bijvoorbeeld open mondgedrag. De mondspieren blijven slap en ongetraind en dat ziet er minder charmant uit. Ook veel kwijlen omdat de tong continu laag in de mond ligt. De tong kan niet omhoog en door het ontbreken van die golvende beweging naar het gehemelte stroomt het speeksel vanzelf naar buiten als een mooie waterval. De slikbeweging wordt niet afgemaakt. En dit geldt ook voor de vaste hapjes. Als de tong geen goede slikbeweging kan maken, kan het voedsel niet goed doorgeslikt worden. Een leuk idee dat met de pot mee eten. Maar als het eten een strijd wordt, erg lang duurt of eng wordt door verslikken en kokhalzen, is het geen pretje aan tafel. Als een tong niet vrij kan bewegen in de mond door een strakke tongriem, gaan andere spieren en weefsels dit proberen over te nemen door te compenseren. Dit compensatiegedrag is niet erg, zolang er een balans is. Maar als het compensatiegedrag rondom de tongbeen resulteert in een voorkeurshouding en overstrekken, is die balans er duidelijk niet. Denk maar eens aan die liggende banaan. In dit wiel kun je zien waar een orale restrictie invloed heeft bij verschillende leeftijden. Een tong die niet kan bewegen, heeft altijd gevolgen op de lange termijn. En wat houdt die lange termijn dan in? En wat gebeurt er als je niets doet? Kan dit kwaad? Ja, want je gaat compensatiegedrag van spieren en weefsels terugzien in het menselijk lichaam. Linksom of rechtsom. Nogmaals, vorm volgt functie. En dan pas ga je het zien als je het doorkrijgt. In de afgelopen 15 jaar als tandarts zie ik steeds dezelfde patronen in houding, gebitten en kaken terug. Een orale restrictie leidt tot problemen in de gebitsontwikkeling en groei van de kaken. Ook kan het zorgen voor problemen bij spraak en articulatie. Kijk maar eens naar deze voorbeelden. Hier zie je een open beet omdat de tong naar voren blijft duwen in plaats van omhoog. De tanden gaan opzij.
Hier zie je een open beet omdat de tong aan de ene kant meer duwt dan aan de andere kant. Je krijgt asymmetrie. Hier zie je een kindje met open mondgedrag, die de mond niet kon sluiten omdat de kaak naar voren bleef schuiven en de bovenkaak achter de onderkaak kwam te staan. Niemand heeft in de mond gekeken of gevoeld. Een onderbeet door een strakke tongriem. Hier zie je dat ook terug, dat als je lang genoeg wacht, er vanzelf een soort centenbak ontstaat. Er kan ook ruimtegebrek in de bovenkaak ontstaan door een te strakke tongriem. En voor deze casus geldt hetzelfde. Het gehemelte kan niet breder worden omdat er geen contact is met de tong. Deze kan niet goed liften. Of je hebt een beugel en het schiet maar niet op omdat je tong de tanden de verkeerde kant op blijft duwen. Of je bent al volwassen en je tanden blijven maar verschuiven na het beugelen omdat de tong helemaal vast zit aan de mondbodem. Terug naar de baby's. Stel, je hebt heel veel orale restricties als baby. En deze baby kwam uit Hongarije omdat de borstvoeding en het vacuümhouden niet mogelijk was. De borstvoeding is na het klieven alsnog gelukt en ze doet het nog steeds goed na onze jaarlijkse follow-up. Maar wat als ouders geen enkele vooruitgang in 7 jaar zien? Artsen hebben de diagnose strakke tongriem gemist, naast alle andere mogelijke orale restricties zoals wangbandjes en lipbandjes. Er is niet gekeken onder de tong, gekeken naar de sluiting van de lippen en niet gevoeld naar de bewegelijkheid van de spieren en weefsels in de mond door verschillende artsen en zorgverleners, omdat ze de tong kon uitsteken. Een enorm gemiste kans om de vorm en functie van het gebit en kaken de juiste richting op te sturen naar de geboorte. Nu wordt het een langer beugeltraject met meer logopedie door gemiste diagnose na de geboorte. Hoeveel mensen hebben hier nu last van? Als we alleen een strakke tongriem ofwel ankyloglossia nemen, komt dit volgens de literatuur tussen de 4% en 11% voor. Volgens het CBS zijn er in 2022 ongeveer 168.000 baby's geboren en komt dit neer tussen de 7.000 en 18.000 baby's per jaar. Volgens een kinderarts werd er op de kinderafdeling in Zwolle 1 op de 800 geïndiceerd voor behandeling. En wijkt zodanig significant af dat ik vermoed dat er diagnoses gemist worden. En niet iedereen met een orale restrictie hoeft behandeld te worden. Maar wel als er sprake is van compensatiegedrag als baby, kind of volwassene. Waar moet je nu heen als je als ouders vastloopt? Bij borstvoedingsproblemen is de verloskundige of lactatiekundige degene die moeder en baby kan bijstaan. Dit geldt voor prelogopedisten bij problemen met de fles en het aanleren van de vaste hapjes. Bij kinderen en volwassenen met verkeerde mondgewoonten en een verkeerde slik kan OMFT helpen. Ofwel oromyofunctionele therapie. En dat wordt gegeven door gespecialiseerde logopedisten. Zij proberen de spieren en weefsels in de mond sterker en bewegelijker te maken. Fysio en andere therapeuten kunnen daarentegen helpen bij een voorkeurshouding of verhoogde spierspanning. Maar spieren in de mond die anatomisch niet kunnen bewegen, gaan ook niet bewegen. Als deze verschillende soorten zorgverleners vastlopen, zijn zij de eerste die tongriemproblemen kunnen signaleren en doorverwijzen naar een hierin gespecialiseerde arts of tandarts om de diagnose orale restrictie vast te stellen. In het algemeen zal het voor je huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen lastig zijn om een volledig mondonderzoek uit te voeren, omdat dit niet in hun opleiding zit. Iemand met weinig kennis van anatomische structuren in de mond en geen ervaring om onder een tong te voelen of kijken, kan niet beoordelen of dit strak is. Nou, stel nou dat er geen of weinig beweging mogelijk is van de tong en je al van alles hebt geprobeerd. Dan moet je beweging creëren door middel van een frenotomie, ofwel het klieven van weefsels. Al sinds de 16e eeuw is het klieven van baby's niet nieuw. Deze afbeelding komt uit een boek van de chirurgijn, omdat er destijds geen KNO-arts, kaakchirurg, huisarts, tandarts of kinderarts was. Alle ingrepen staan op 1 pagina, direct uit te voeren vanaf een plaatje met de beschrijving eronder. Daarnaast blijkt het instrumentarium de laatste 400 jaar ook niet te zijn veranderd van vorm en functie. Wat is er dan wel veranderd? De grootste verandering voor baby's is de komst van kunstvoeding en flessen. De grootste verandering voor de artsen is dat de chirurgijn niet meer bestaat. Er zijn nu heel veel verschillende soorten artsen die kennis hebben van een klein deelgebied. De oude generatie artsen is het klieven verleerd, de huidige generatie artsen leert er niets meer over en daarmee de toekomstige artsen ook niet. Artsen en tandartsen leggen de eed van Hippocrates af om mensen niet te schaden, niet weg te kijken en patiënten verder te helpen waar mogelijk. Het klieven is nooit een eenduidige snelle oplossing geweest. Toen niet en nu niet. Het welzijn van ouders, baby en kind staat in alle tijden voorop. En door de wetenschap weten we dat klieven een veilige behandeling is
mits uitgevoerd door een op dit gebied ervaren arts of tandarts in een multidisciplinair team. Zorgverleners zoals lactatiekundigen, verloskundigen, prelogopedisten en therapeuten kunnen tongriemproblematiek signaleren. Artsen en tandartsen kunnen van elkaar leren om de juiste diagnose te stellen. En laten we daarom samenwerken. Ik hoop dat je het gaat zien nu je het doorhebt. Orale restricties hebben altijd effect op de vorm en functie in de mond. Heb je vragen? Neem contact op. Ons team geeft graag meer uitleg. En om met kruif te eindigen, als je wat voor een ander kan doen, moet je dat doen.